Ben je het al zat? Ik ben er niet zat. Leuk dat jullie weer kijken. Mijn huis is nog niet helemaal af, maar er is in de tussentijd ontzettend veel gebeurd. Dus dat wil ik jullie nu eventjes laten zien. Hoi Paul. Hallo. Gaat ie goed? Gaat prima. Ja? Hartstikke goed. Nou, ik sta nu op mijn zolder en ik wil jullie eventjes het muurtje laten zien dat hier gestukt is. Het ziet er echt super strak uit. In deze muur zat eerst een gat. Die heeft mijn vader dichtgemaakt met wat gipsblokken. En hier hebben we de stukken door dus een heel mooi net muurtje van gemaakt. Inmiddels is de badkamer ook best wel een stukje klaar al. De wanden zijn geschilderd, dus dit is wit geschilderd met watervaste verf. En het bad en alles is al hierboven gebracht. Hoe lekker jongens, dit wordt mijn bad. En dat wordt straks hier dwars geplaatst. En dit zijn de deuren voor de douche. En die worden volgende week worden ze afgemonteerd. Dus dan is mijn badkamer voor 90% klaar. Dit is de wc. Die is eigenlijk ook al helemaal klaar. Behalve natuurlijk dat er nog een wasbakje en de wc in moet komen. Dat gebeurt ook volgende week. En dit is mijn inloopkastkamertje. Woehoe! We hebben dus behangen. We hebben hier nog verf overheen gegooid, want het scheen een beetje door. En nu ligt er ook een vloer in. En dan wil ik hier kasten gaan plaatsen voor mijn inloopkast. En aan de muur hier achter me wil ik eigenlijk allemaal planken gaan bevestigen. En daar komen mijn schoenen op. Ik heb heel veel schoenen. Dat heb je misschien wel eens gezien in schoenen-stash video's. Dus ik vind het wel leuk om ze dan ook gewoon mooi uit te stallen. En in de tussentijd ga ik de trap schuren. Hij is al helemaal ontdaan van de vloerbedekking en lijmresten. De allerlaatste restjes ga ik nog even afschuren. En dan kan die geverfd worden. Nou, ik ben klaar. Ik heb de trap in de grondverf gezet. Dat is nu aan het drogen. Dan wil ik morgen daar de eerste laag verf overheen doen. Dat wordt gewoon wit. En dan op dinsdag wil ik daar de grijze traploper op gaan verven. Dus ik ben heel benieuwd. Dat wordt echt wel een heel klusje om dat mooi en netjes en strak af te plakken. Maar de trap ga ik dus deze week afronden. Dus dat vind ik wel fijn. Want dan is dat gewoon al helemaal klaar. Moet je kijken wat een verschil dat geeft. En straks als in het midden... Als er dan zo heel mooi die grijze trap lopen, komt hij dat er echt wel heel chic uit volgens mij. Deze wanden hier zijn ook allemaal mooi gestukt. Papa, ja. Ben je het al zat? Ik ben er niet zat. We zijn bijna klaar. De laatste loodjes weten het zwaar altijd, hè? Ja, dat is zo. Maar pap, het ziet er heel mooi uit. Okay. Ja, ik vind het echt heel mooi. Nou, mama en ik gaan nu naar huis fietsen. En de rest van de week neem ik jullie natuurlijk weer mee in de rest van de klusjes en verbouwingen. Doei! Mijn trap en die ga ik vandaag verder verven. Ik heb hem al in de grondverf gezet. Mijn vader heeft nog een laagje witte verf eroverheen gedaan. En vandaag ga ik aan de slag met grijs. Ik ben de laatste tijd voor het Voor de Makers platform van Praxis op zoek gegaan naar de allerlaatste trends. En toen liet styliste Soraya mij een superleuk idee zien toen we traptrends gingen behandelen. En dat was namelijk een loper, maar dan gewoon geschilderd. Dus hier overheen kan ik een traploper gaan maken, maar dan gewoon van verf. Dus dat vond ik een superleuk idee. Ik had zoiets van dat ga ik toepassen in mijn eigen huis. Dus vandaag ga ik een traploper schilderen. En dat wil ik jullie nu laten zien. Ik ben bezig met afplakken. Het is echt een behoorlijk lastig klusje met heel veel meetwerk. Dat moet ook allemaal goed gaan voordat de verf erop gaat. Maar het eindresultaat is echt super vet. Nou jongens, de verf heb ik hier in een bakje gedaan. En ik vind het wel heel spannend, want het trap is nog zo perfect wit. Daar gaat hij dan. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en de badkamer is zo goed als af. Dat wil ik jullie eventjes laten zien.
En het is dat er nog geen warm water is, anders had ik hier serieus nu een bad genomen. Maar goed, het bad die staat dus. De douchecabine die staat ook. Het ziet er super chic uit. En de spiegel, die moeten jullie echt zien. Dit is een hele mooie daglichtlamp, zodat ik altijd goed licht heb om op te maken. En als je hier onderin gaat wrijven, er zit een soort sensor waardoor het licht aan en uit gaat. Vet cool. Nou, George heeft net het tape eraf getrokken en zo ziet het er nu uit. Alleen de bovenste treden, die ga ik vandaag dan nog even doen. En als ik terug ben van vakantie, alles nog één laagje voor een dekkende tweede laag. Misschien moet ik even zeggen dat je mijn vriend bent. Trouwens, die jongen hier, dat is haar vriend. Ja, echt goede introductie. De trap is klaar, tenminste de eerste laag zit erop. Nu ga ik even opruimen, naar huis, mijn koffer pakken en dan lekker naar Amerika. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe het inmiddels eraan toe gaat hier in mijn huis. Ik ben nog lang niet klaar, er moet nog heel veel gebeuren. Dus er zullen nog wel heel veel huisvlogs aankomen de komende tijd. Laat me zeker even weten wat je van mijn huisje tot nu toe vond. En doe een duimpje omhoog en abonneer je ook op mijn kanaal. Dat kan door hier te klikken op dit rondje. En als je de vorige huisvlogs wil zien, dat kan door hier, hier en hier te klikken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei!